Het zal een vreemd gezicht zijn geweest. Op woensdagochtend 16 mei zijn er twee jongens die hier op het Krimperplein zich in de bossages omkleden en vervolgens in andere kleding tevoorschijn komen. De jongens hebben waarschijnlijk even daarvoor rond 9:30 een winkel op Kikkensteinstraat met een groot mes overvallen. Tijdens de overval dragen de twee voornamelijk donkere kleding. De ene verdachte draagt een zwarte trainingsbroek, een zwart vest met capuchon, zwarte handschoenen en heeft een zwarte sjaal voor zijn gezicht. Hij heeft een donker getinte huidskleur en wordt tussen de 15 en 20 jaar oud geschat. Is tussen de 1,80 en 1,85 lang en heeft een normaal postuur. De andere verdachte draagt een zwarte trainingsbroek van Adidas met witte strepen aan de zijkant, een rode trui met capuchon en daaroverheen een kort zwart jack, witte handschoenen en heeft ook een sjaal voor zijn gezicht. Nadat de twee jongens zich hebben omgekleed, wordt gezien dat de een rood-wit trainingsjack draagt en de ander een blauwe trui met lange mouwen. De achtergebleven kleding wordt later door de politie in beslag genomen. Ben je getuige geweest van deze overval? Of heb je de jongens van kleding zien wisselen? Of heb je andere informatie over deze zaak? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.